Toestand van Fidel Castro mag dan als kritisch omschreven worden in de media. Zijn gedachtegoed leeft ook in Nederland voort. El Líder Máximo heeft wereldwijd nog steeds heel veel aanhangers die in lyrische bewoordingen de daden en gedachten van El Jefe bejubelen. Arnold van Wezel is innerlijk en uiterlijk een volger van de Cubaanse leider. Hij is 63 en organiseert al bijna 30 jaar werkbrigades naar Cuba. Volgens Van Wezel zal de dood van Castro niets aan de huidige politieke koers veranderen. Hasta la victoria siempre. Tot aan de overwinning. Dit zijn de laatste bewegende beelden van Fidel Castro. Al van september vorig jaar. Sindsdien heeft zijn broer Raúl de leiding over Cuba en heeft Castro zichzelf niet meer vertoond. Deze week onthulde een Spaanse arts dat de gezondheid van Castro drastisch achteruit is gegaan. Niet alleen in Cuba houdt men de adem in, ook in Vlaardingen wordt driftig meegeleefd met het wel en wee van de Cubaanse leider. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent meneer Van Wezel? Aangenaam, Van Wezel. De toestand van de Cubaanse leider Fidel Castro is veel ernstiger dan officiële lezingen in Cuba willen doen geloven. Dit meldde gisteren het gezaghebbende Spaanse blad El País. Ja, iedere dag dat hij nog lang leeft is gewoon meegenomen. Ik weet niet, wordt hij in leven zo lang gehouden? Misschien een tijdje aan zijn kastplantje? Ik weet het niet. Zou je het erg vinden als hij doodgaat? Ja, sowieso. Voor Arnold van Wezel is Fidel Castro meer dan een buitenlands staatshoofd. Ja, ik denk dat het heel, heel moeilijk uit te leggen. Hij heeft iets. Dat inspireert mij. En dat zijn niet alleen woorden, want Arnold van Wezel werkt als vrijwilliger al 20 jaar actief mee aan de toekomst van Cuba. Samen met honderden vrijwilligers van de internationale brigades uit de hele wereld werkt hij ieder jaar een aantal weken in de bouw, op het land, aan de toekomst van Cuba. Cuba is voor mij eigenlijk een voorbeeldfunctie, hoe het eigenlijk gewoon zou moeten. Ik heb zelf, vroeger heb ik gevaren en het moment dat je gewoon ziet dat varkens hier in Nederland beter gehuisvest zijn als die mensen daar in Nicaragua. Dan zeg ik, oké, op een gegeven moment was een advertentie in de krant dat ze mensen zochten voor een vrijwilligerswerk. Nou, ik ben dus socialist, ik ben heel sociaal betrokken. En vanaf het eerste moment in 1986 dat ik naar Cuba ben gegaan, was ik eigenlijk een soort verkochte. En u bent ook een fan van Fidel? Als je voor Cuba bent, bent u voor Fidel ook natuurlijk. U heeft ook wel eens naast hem gestaan, hè? Ja, dat is één keer gebeurd en dan... Ja, je wordt gewoon doodstil, je weet niet wat je dan meemaakt dat... Hoe ging dat dan toen? Ja, het eerste moment weet je gewoon niet wat je zeggen moet natuurlijk ook. Hè. En het was ook dat moment, dat was in een Karl Marx theater, was dat in Havana. En er kwam nadat ook nog een keertje van Daniel Ortega binnen, die dit moment weer president gewoon geworden is. Nou, dan is het een soort, het is eerst doodstil en dan dat moment, inderdaad, als ze dan die zaal gewoon binnenkomen, dan breekt een soort de hel los in het theater. Dat iedereen gaat, zeg maar, uit zijn dak ook. En u ook? Ja, uiteraard. Viva! Van kritiek op Cuba wil Van Wezel niks weten. Dissidenten, die worden door Amerika betaald. En vluchtelingen, die willen bijna allemaal terug. Er zijn er heel veel die terug willen. En wat als Castro nou straks komt te overlijden? Wat betekent dat voor u? Dat zal inderdaad een enorme klap wezen. Maar goed, de realiteit gebiedt me toch om dat inderdaad ook onder de ogen te zien. En ik ben er wel van overtuigd dat... Er dadelijk gewoon de verkiezingen op gaan komen. En dan zal inderdaad de bevolking zal inderdaad aanwijzen wie Fidel of Raúl gaat opvolgen. En er zijn voldoende capabele mensen die dat gewoon over kunnen nemen. En wordt dat niet het eind van het communistische systeem ook? Nee, daar ben ik van overtuigd dat namelijk niet zo is. Ik hou alleen mijn hart vast. Ik weet dus niet wat Amerikanen gewoon... uit zullen vreten. Ik heb er geen ander woord voor. Ik weet wel dat ze gewoon een scenario gewoon klaar willen leggen. Mocht er onverhoopt gewoon iets met Fidel gewoon plaatsvinden, dat ze inderdaad aan Cuba willen binnenvallen. Maar wat er ook gebeurt, Van Wezel blijft trouw aan Fidel en zijn erfenis. Als je 40 of 50 jaar gewoon gewerkt hebt en je raakt een beetje versleten, word je vaak door de werkgevers wat uitvuilen, word je gewoon die hoek ingetrapt. En dan maak je daar gelukkig daar niet mee. Dus vandaar dat ik er ook enorm trots op ben, de medaille. Ja, laten we maar even zien. Ja, daar is die.
Maar eigenlijk had Fidel die moeten opspelden natuurlijk. Ja, het liefst wel natuurlijk, hè. Maar goed, dat, hij heeft andere belangrijke taken. Dag.